Even van dit kind let niet op. Haal hem maar even weg naar een andere ruimte. Dus nee hoor. Grapje. Hebben jullie van allemaal net kidsdienst gezien? Ja. Met professor Explosie? Ja. Ja? Ik vond hem wel een beetje zielig, professor Explosie. Vonden jullie het niet? Want hij zei de hele tijd dat zijn melk weg was. Ik denk, nou dat vind ik zielig, hij heeft geen melk meer. Hij zegt de hele tijd, ik heb allemaal sterren en mijn melk is weg. Ik denk, nou wat zielig van professor Explosie. Niet? Ik hoor iemand heel hard nee. Oh, zo heet dat. Ik vond het echt zo zielig van hem dat al zijn melk weg. Zo heet dus het sterrenstelsel dus. Waarbij wel miljarden sterren. Nou, ik kan niet zoveel tellen. Dan moet ik dus voorbij een miljoen. Ja, volgens mij als je nu gaat beginnen zachtjes in je hoofd met tellen. Tot een miljard. Dan ben je na kids nog niet klaar. Ben je morgen klaar, zegt iemand. Dat denk ik ook. Nee, ook niet mooi. Moet je echt... En zoveel sterren zijn er nu. Hè? En de zon is ook een ster. Dus moet je nagaan dat er zoveel sterren zijn. Nee, volgende 4 jaar. En zoveel kracht heeft God dus ook. En daar hebben we het over gehad de afgelopen weken. Over het koninkrijk van God. En als we nog even allemaal hier kijken. Want hier gebeurt de actie. Dan wilde ik eigenlijk aan Mieke vragen of ze nog wat meer over het koninkrijk van God wilde komen vertellen. Zo, even kijken. Ik ga. Ik heb hier ook kleine pennen. Ik pak even nog een tafeltje om mijn andere pennen op te leggen. Zo. Want ik heb vandaag een mooie plaat meegenomen. Maar voordat we aan de plaat gaan beginnen. We hebben het vandaag over dat Gods koninkrijk niet een koninkrijk is van woorden, maar van kracht. Nou, heeft er iemand enig idee wat dat betekent? Nee? Ja? Wat zou het betekenen? Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk. Iemand? Ja, van liefde. Heb je wel eens meegemaakt, hè? Dat jij iets hebt gedaan of je wil iets en dan gaat je moeder een verhaal vertellen. En je moeder gaat maar ba 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 ba. Weet je dat? Heb je dat wel eens meegemaakt? En dan halverwege het verhaal denk je... Talk to the end, niet aan mij. Ja, hè? Dat heb je wel. Nou, dat zijn wat je noemt woorden. Gewoon bla 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 bla, zonder dat je er wat aan hebt. Maar zo is het niet bij God. Nou, dan ga ik een verhaal vertellen. Ja, en de kinderen aan die kant kunnen het niet zo goed zien, hè? En dat gaat... Gaat over... Wie weet wat er komt te staan? Ja, hè? Woorden. Inderdaad. Zo. Nou, en we gaan even terug helemaal naar de tijd van Petrus. En Jezus was net naar de hemel gegaan. Daar hebben we het ook een paar weken terug over gehad, hè? Jezus was naar de hemel gegaan en toen is de Heilige Geest gekomen. Ja? Nou, daar zijn we. En het verhaal gaat over een man. Wat is er? Nu gaan we zitten. Ja? Oké, en die meneer over wie dit verhaal gaat, die kon niet lopen. Kennen jullie iemand die niet kan lopen? Ja. Ja? En wat is er met die persoon, zeg maar? Hoe komt hij dan vooruit? Gaat hij, zeg maar, zo over de grond? Of, ik heb een stuk van mij. Of hoe gaat dat? Als iemand niet kan lopen... Roep maar wat. Daar heb je een rolstoel vaak, hè? Ja. Dat vind je niet echt nog niet, toch?
Nee, want jullie zegt hier, maar die hadden ze vroeger nog niet. Nee. Dus nou, deze man, die zit hier op een kleedje zo. Een kleedje. En hier zit een meneer. Zo, daar zit hij. Zie hem zitten met zijn kleine beentjes. Zo. Nou. Deze meneer, die... Jongens. Die zit bij de tempelpoort, want dit is de tempel. En die wordt daar elke dag naartoe gedragen. Door zijn vader, zijn moeder, zijn vrienden. Ja, dus nou, hij zal niet zo zwaar geweest zijn, want nou ja, hij had dus ook geen werk. En als je geen werk hebt, betekent het ook dat je geen geld hebt. Juist. Dus, wat zit deze man hier te doen? Deze man zit... Shh, jongens. Deze man zit hier te bedelen. Hij doet zijn handje omhoog bij iedereen die voorbij komt. En dan zegt hij... Aalmoes. En dat, is geen, dat is, betekent niet, heb je appelmoes voor me? Maar aalmoes wil zeggen... Heb je nog een kleinigheidje voor me? Wil jij eventjes recht op je stoel gaan zitten daar? Anders komt er even een juf bij je zitten. Ja? Mag ik misschien de leiders van 345 even vragen om erbij te komen zitten? Want ik vind het onwijs onrustig. En het is gewoon niet... Ja, kom er gewoon even tussen zitten. Of ernaast, of... help me even, dankjewel. Yes. Oké, okay, dus deze man die zit hier. En... Nou, dat is een goede plek hoor, om hier te zitten. Weet je waarom? Alle mensen gaan naar de tempel. En die gaan daar bidden. Ja? En die gaan daar aan God eren en zo. En als je daar dan dus zit, komen er één heel veel mensen langs. En al die mensen denken, oh ja, ik moet natuurlijk goede dingen doen. Hè, dus dan geven ze hem wel een beetje geld. Nou, en vandaag zien we dus hier zo, woep, zien we nog iemand. Inderdaad, dat is Petrus. Zo. En Petrus, die gaat ook naar de tempel. Hij heeft wel een beetje, nou, een beetje krulletjes heeft hij, hè. En hij heeft inderdaad iemand bij hem, die is op visite. Oh, die heb ik niet blauw. En dat is Johannes. Woep. Zo, vroeger hadden ze altijd een jurk aan, hè, jongens. Dus ik heb maar even een jurk getekend. Zo, en Johannes heeft een hoedje op, zo. Kunnen jullie het verschil goed zien. Zo. Nou, en Petrus en Johannes... Die zijn ook op weg naar de tempel. En dan komen ze dus bij die meneer. En die meneer die is... Daar hadden we het net al over. Verlamd. Nou. Gaan we even een nieuw blaadje doen. En die man die zit daar dus. En die zegt... nou. Hallo. Hebt u wat geld voor mij? Hij kijkt niet eens omhoog. Hè? Hij steekt gewoon zo zijn hand uit. Zo. Hebt u wat geld voor mij? Hebt u wat geld voor mij? En nou. Dan zegt Petrus. Geld. Petrus die gaat bij die man staan. En hij zegt. Hé hey, meneer. Hij steekt zijn hand uit, zo. Zo. En hij zegt, hey meneer, kijk me eens aan. En die meneer, die kijkt Petrus aan. En dan zegt Petrus, die geeft hem een hand en die zegt, ja, sorry. Of hij zegt eigenlijk niet sorry. Hij zegt, ik heb geen geld. Nou, wat denk je dat die man zou denken? Die arme, zielige man, die krijgt een hand en die zegt, ik heb geen geld. Ja, lekker dan. Maar hij kijkt nog steeds naar Petrus. En Petrus zegt dan, maar wat ik wel heb, dat zal ik je geven. En hij zei, sta op. En toen kon de man lopen. Inderdaad, en hij ging door de tempel dansen. Jullie weten het verhaal heel goed. Kijk, hier zijn ze in de tempel. En de meneer was blauw, hè? Zie je hem hier dansen zo? Hoep. Hij deed hele gekke pasjes, want ja, hij was al 40 jaar, staat er in de Bijbel.
Hij was al 40 en hij had gewoon nog nooit gelopen. En toen was... Nee, helemaal nooit. En toen kwam Petrus langs. Nou, en toen ging dit dus met z'n allen dansen in de tempel. Kijk, en Petrus was er natuurlijk ook bij. Zo. Zo. Ja, dat is een goede vraag. Zullen we een jurk geven zo? Zo. Dat is wel fijn, hè? Nou, ik kan echt super goed tekenen zo. Maar, nou, toen gebeurde het hoor. Want in de... Ja, oh ja. Want in de tempel, daar zitten ook een heleboel geleerde mensen. Weten jullie nog? Nou, al die geleerde mensen, die hebben natuurlijk elke dag, als ze naar hun werk gingen, wie zagen ze daar zitten? Die man. Ja. En nu komen ze dus allemaal even uit hun geleerde hoekje. Kijk, daar komen ze allemaal. Zo. Huh? Wat is dat? Zo, ook een hoedje op. Oh. En ze zeggen, die man, dat is toch die. Dat is toch die. En eigenlijk weet niemand hoe die heet. Dat is toch die man die altijd bij de ingang zit. En die man is aan het dansen en hij is blij en hij zegt, God heeft mij genezen. En dan gaat Petrus helemaal aan al die mensen vertellen over Jezus. En over dat Jezus, Gods koninkrijk, dus niet bestaat uit heel veel woorden. Ba. Want Petrus zegt alleen maar, sta op. Nou, dat is nog eens... Dat is kracht, hè? Ja. Zo. Nou, die uitroepteken is niet helemaal goed gelukt.